Wijkcentrum Hatert bestaat 50 jaar en dat wordt de hele week gevierd. Het opende 28 april 1967 de deuren en was daarmee het allereerste wijkcentrum van Nederland. Dat zeggen ze in Nijmegen. Niet waar, beweren ze in Den Haag. Het eerste wijkcentrum staat in de Schilderswijk. Niettemin is het de hele week feest in Hatert. Deze week startte Fox Sport met een nieuwe documentaire over NEC. Verdediger Seije Visser staat hierin centraal. De docu wordt de komende tijd regelmatig herhaald. Vaak speelde in die tijd Seije Visser, Dries Visser, Pleun Strik en Toon Willemsen achterin. Af en toe schaamde je ervoor, hè, zo hard die speelde en fanatiek die speelde. Ik heb wel eens zo moeten doen. Maar ja, we hadden ook regelmatig de slidingbroek aan. Ik heb het idee dat ik meer een slidingbroek aan had als mijn jeans. Slidingsbroeken aan bij wielcurven, veldnat spuiten en die slidingsoefening. Nu is dat redmiddel. Toen was het een technische vaardigheid. Ja, uiteindelijk ben ik daar een soort expert in geworden. Ja, vooral met de kapslijding. Dus een bal onder je voet mee onder je lichaam meenemen. Gelijk weer staan in de tegenstelde richting weer meenemen. Ja, dat zie je tegenwoordig bijna niet meer. Dus daar kan je echt op trainen, ja. En dat was voor mensen natuurlijk hartstikke mooi om te zien. En dat moest je wel een goede timing hebben. En hij was de beste daarin, met die sliding tackle. 74, 78. We waren bijna wereldkampioen, twee keer de finale. En daar was ik bijna bij geweest in 78. Dus dat was wel jammer dat ik niet mee mocht uiteindelijk. De Molenweg in Groesbeek is van zaterdag 29 april tot en met zaterdag 6 mei afgesloten voor alle verkeer. De gemeente gaat het riool vervangen. Er zijn omleidingsroutes via de Dries en de Hoflaan. Bij de Hoflaan zijn er nog werkzaamheden, maar die weg kan volgens de gemeente gewoon gebruikt worden.